Oh, ik heb heerlijk gegeten en dat is lekkere bami. Maar, en ik heb misschien wel heel vaak gezegd erover, wat ik altijd doe, al heb ik gegeten. Kijk, bestek ik altijd apart neer, ik leg altijd ik stop. Super tof dat je kijkt naar een groen nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En over 5 minuten ga ik al richting werk toe. Maar ik heb nu een lekker bakje koffie nog staan. Wat ik net even lekker heb genomen. Is ook lekker een mannereintje. Oh, dat was even lekker. Om lekker wakker te worden. Ik voel me nou ineens fris en fruitig. Ja, misschien door de mandarijn. Ja, aanrader. Eet fruit in de ochtend. Word je helemaal klaar en wakker van. Merk ik. Zo, lekker bakje plug. En dan werken voor een goede humeur. Ja. Maar nee. Ja, klaarmaken om naar het werk te gaan. En dadelijk lekker knallen. Dus. Alleen ik zie dat mijn bandje niet goed zit. Zo, nu ziet het bandje wel goed. Ik zat te kijken, ik kom dan de irriteer maar aan. Maar ja, ik heb weer zin om te werken. Het moet ook weer gebeuren. Zoals jullie zien, gaan jullie ook wel even meenemen. Is het buiten ongelooflijk donker. Maar kijk die lucht daar zo. Daar. Daar zo in ieder geval. Oh, dat is toch een mooie lucht. Echt wel mooi te zien. Het is gewoon zo om te van genieten eigenlijk. Ik vind het gewoon ongelooflijk prachtig. Maar ik heb een keer een vraag naar jullie gesteld. Maar er wordt gezegd dat het door kassen komen van bloemen, als ik goed heb. Als ik goed begreep. Dus. Ja, dus dat. Maar ja, wat ik nu ga doen is klaarmaken om lekker recht in werk te gaan over 2 minuutjes. Of 3 minuutjes trouwens. Ik zit even goed te nadenken hoe laat. Maar ja, laten we gaan klaar maken om lekker recht in werk te gaan. En dan lekker knallen. Laten we dat doen. Oh, het is fris buiten, mensen. Niet normaal gewoon. Koud. Ik al te spul ben. Ik blij dat ik dan op mijn werk zit namelijk. Gewoon echt niet te doen meer de kou. Ik heb zo hekel altijd aan kou gehad. Want ik kan mijn moeder ook nog doen. Maar dit is echt dat ik een kwartiertje ga skiën. In de wintersport. En dan is het voor mij al klaar. Het is vooral gezegen. En dan ga ik, wil ik weer stoppen en dan wil ik weer in de warmte. Zo erg heb ik hekel aan kou, om zo te zeggen. Maar ja, we gaan nu even lekker richting werk. Dus wou ik alleen even zeggen hoe erg ik kou haat eigenlijk. Dus zo erg haat ik kou. Haat. Ik hou er niet van, laten we zo zeggen. Haat is zo lelijke woord, vind ik eigenlijk. Haat. Maar ja, gaan we lekker richting warme supermarkt gaan. Om lekker daar op te warmen. En dan kijken hoe ik later klaar ben vandaag. Want gisteren was ik namelijk, zoals jullie weten, uur of 1 klaar. Omdat ik even een uurtje zou pakken. Dus ik ga nu weer richting mijn werk, wat ik zei. En we gaan zien hoe ik laat ik moet. Oh, ik ben weer thuis gekomen en over een paar minuutjes, over een half uurtje, is al persconferentie onverwacht. Ik denk dat jullie vast wel ook al hebben gehoord. En laat even weten in de reactie wat jullie van vinden. En wat ik ook zie is dat hier een beetje rommetjes. Ga lekker een beetje hier opruimen hier en daar. En wat ik ook ga doen is lange tijd heb ik heel lang niet gedaan. Trouwens, even wieren elkaar zetten. Dus dat gaan we nu even hier ook doen. Want hier staat die wier ook namelijk. En hier zitten al die stokjes in. Kijk, en dan gaat deze ook bij. Maar, let op hoe ik het ga doen, hè. Let op. Zo. Hoppakee. En dan zet ik hem op deze manier aan. Hopstakee. En dan. En dan klaar. En als het goed is, moet hij zo blijven roken. Dus dat.
En hij is er nu gelukkig lekker aan. En dan gaat het hele huis lekker roken. Maar er is inderdaad wel gezegd. Maar ik heb er nog geen last van gehad. Dus ik denk van, weet je, ik heb, tot die tijd dat ik geen last van heb gehad, blijf het gewoon doen. Maar ik ga wel rustig aan doen. Want de winkels zijn natuurlijk dicht. Wat ik eerst even hierbij stil heb gestaan, dat ik dan ook schoonmaak, dat ik dan ook moest nieuw moet hebben. Daar had ik eerst niet bij stil gestaan, maar ja. Ik ga gewoon via internet kopen. Ik heb gezien dat je via superwinkels kunt kopen nog. Via internet online namelijk. Dus doe ik op die manier maar. Laten we maar ook even lekker broodje maken. Maar ik zit even te bedenken wat voor brood. Wat zou ik een brood doen? Maar ja, ik moet even boodschapjes ook nog doen. En ik zit al de hele tijd te denken. Dus ik zit nu te denken, wat zou ik een brood doen? Ik zit nou heel veel dingen te bedenken. Kaas. Dan zou ik even naar de winkel gaan. Nou, in ieder geval twee dingen. Deze kunnen weg, want het zijn over de datum. Dus ik zit nog te bedenken wat ik ga eten. Misschien dat ik even naar de supermarkt ga om nou iets eten te halen. Of niet. Maar ja, ik ga het even kijken. Laten we het even wachten. Dan ga ik misschien even nadenken. Of misschien naar de pers dat ik even naar de winkel ga. Misschien dat ik dat ga doen. Maar dan zien jullie zo wel wat ik ga doen. In ieder geval, nu even lekker koffie zetten. Dat kan ik wel doen. Daar heb ik ook trek in. Koffie. En misschien hier dat ik wel daarna brood ga eten. Ik zie het wel. Als ik trouwens eigenlijk wel koffie wil zetten, is het ook wel handig als ik hem eigenlijk thuis aan ga zetten. Dus die tijd wil ik wel, zodat ik op de computer zou kunnen relaxen. Maar wat ik dan hierna ga doen is lekker persconferentie kijken. Het is nu uur verzet namelijk. Dus ja, ga ik dan kijken. Ik kijk dan meestal via YouTube. Maar ik ga even kijken hoe ik nu ga kijken. Want het is nu 37. En ik ga pas 2 uur beginnen. Ah, dat is een mooie tijd. Dus ik ga dan zo meteen naar kijken. En dan zien we voor de rest wel hoe het gaat lopen. Alleen we vragen af waarom is het uur verzet. Nou, ja, kom er toch niet achter. Maar ja. Nu maar even lekker genieten wijten tot het nog kan en een lekker bakje kop. Oh, ik heb heerlijk gegeten en dat is lekkere bami. Maar, en ik heb misschien wel heel vaak gezegd erover, wat ik altijd doe, al heb ik gegeten. Kijk, bestek ik altijd apart neer, ik sorteer letterlijk alles en maar... Als ik klaar ben met eten, ga ik altijd bord nog even onder warm water. Want als je dat niet doet, nou, dan krijg je sommige dingen moeite mee af. Even ontspullen, kleine moeite en klaar is Kees. Maar wat was lekker die bami, ongelooflijk lekker. Maar wat ik denk nu even bij lekker bij gaan nemen is lekker mandarijntje. Dat is ook wel even lekker. Laten we dat even doen. Ik zei natuurlijk dat ik ook een beetje een mandarijntje ga eten. Maar wat ik ook ga doen en moet ik wat anders doen. Ik denk dat ik vergeet dat ook zo altijd. Misschien voor jullie herkenbaar. Maar ik heb altijd trouwens heb boodschappen gedaan. Dan vergeet ik gewoon uit te rijmen. Maar ik heb ook wel lekkers meegenomen. Dus die ga ik even in de koelkast zetten. Misschien dat ik die vanavond nog ga eten. Daar heb ik gewoon even trek in. Dus laten we dat sowieso vandaag doen. En ik heb hier magere yoghurt. Want het andere is bijna op. En ik heb iets lekkers mee. Wat ik ook heb gehaald voor de yoghurt. Wat ik ene keer zo lekker vond. Dat is nu andere. Ik dacht dat ik het goede had gehaald. Maar het is nou cranberry. Dus dat wordt dadelijk even proberen in ieder geval. En ik heb eerst wat ik fruit gekregen. En nu ga ik cranberry proeven. Dus dan moet ik de volgende keer even onthouden dat ik de volgende keer rood fruit moet hebben. Want die vond ik zo lekker om bij me bij te nemen. Dus daar ga ik sowieso binnenkort van nemen. En ik heb tonijn gehaald. Dat is ook lekker. Ik dacht nog even fijn dat gaan met rust.
0-1 de verliezen, maar ik zat fans in de klek te kijken. En ze staan met 1-1 gelijk nu, gelukkig. Maar ik ga even wat lekkers pakken, wat ik eigenlijk al vandaag net in de koelkast, een vriezer heb gezet. En dan slikker die bakje ijs. Wat heb ik daar trek in? Mooi, joi. Laten we die even lekker pakken. Ja. En ik had het eigenlijk beloofd aan mijn Sanne dat we die keer samen gaan eten en dan gaan we het zo een keer doen. Maar elke keer komt er niet van. Maar ja, ik hoop dat er een keer ooit van komt. Misschien voor deze weekend. Maar dan ga ik nu even lekker van deze ijs genieten. Jerenberry ijs. En met Feyenoord erbij en dan met via YouTube erbij. Laten we dat even lekker doen. Lekker relax. Ik ga lekker vast klaarmaken om lekker mijn nestje in te gaan. Dus, en dan ga ik alleen nog een filmpje kijken en lekker daarna in bed. Dus, wat ik al zei, is ik ga een rolgordijn naar beneden doen. En wat heb ik trouwens een leuke dag gehad. Morgen alweer één laatste dag. En ik kan jullie vast vertellen. Ik ga waarschijnlijk, in ieder geval, even nu lekker slapen en nu vast, waarschijnlijk dat we voor de weekendvlog niet aankomen is van bijvoorbeeld voor mij de vlog van maandag en dinsdag geen vlogs komen, maar wie weet misschien ook wel. Maar wat ik in ieder geval nu wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zijn als je je beneden abonneert. En van het blauw duimpje achterlaat en dan zeg ik hierbij laters. Zo, ik ben even naar de supermarkt geweest en Jos heeft gedaan al lang. Maar ik heb wat gekocht. Laten we maar nu even lekker eten maken. En ik zie dat ik iets ben vergeten. En dat is eigenlijk een zakje van Ganja weghalen. Dus laten we dat even doen. En dan kun je even hier ruimte.